Hoi, ik ben Arjen Posma. Ik ben vrijwilliger bij Postburgen van Brandweer Friesland. Ik had samen met een aantal collega's de opdracht gekregen om de kantine en de instructieruimte van onze kazerne een make-over te geven. We doen het hier samen. Dus dan wil je ook een mooie grote staantafel waar je gewoon met z'n allen aan kan zitten. Na een uitdruk of na een oefening. Vanaf het eerste moment dat mijn collega en ik een voet over de vloer zetten bij Feiko. En we stelden de vraag, Feiko, wil jij een mooie tafel maken voor de brandweer? Nou, het woordje brandweer gaf hem een big smile en volgens mij was het een toverwoord. Hij was dol enthousiast. Hij zou en moest de tafel maken voor brandweerburgen. De poot die moest zwart. Ja, hoe kun je dat het beste doen? Dat is in de fik steken, want dan wordt hij wel zwart. Nou ja, hoe mooi en hoe toepasselijk is dat wel niet, dat deze tafel op een gebrande poot staat. De tafel is echt heel mooi geworden. En ik denk dat, net zoals de bar, deze tafel vele verhalen gaat horen. En net zoals de bar zich mooi stilhoudt over wat hij hoort. Het wordt een tafel waar wij na een uitdruk, die misschien heftig is, een traan zal zien. Maar na een oefenavond ook een lach. Dus wij zijn ontzettend blij met deze tafel.